Een hele goede morgen of een hele goede middag. Ik weet niet hoe laat jij kijkt, maar shout-out aan jou. Het is een hele nieuwe vlog en we gaan wat leuks doen vandaag. Ik ben niet alleen, ik ben met Mr. Chatmo en Chatmo gaat wat leuks doen vandaag. Chatmo, wat ga je doen vandaag? Ik ga voor het eerst een manicure en een pedicure, maar ik vind het heel spannend om eerlijk te zijn. Ja, waarom vind je het zo spannend? Gewoon, iemand anders gaat zeg maar je voet masseren of zo, is raar. Weet je wat het is? We hebben ook een onderlinge grap daarover. Ja, klopt. Maar wat vind je van je voeten tot nu? En je handen? Tot nu toe, het kan beter en daarom heb ik die afspraak gemaakt, okay, dat weet jij ook. Oké. Nee, maar nu lijkt het alsof ik krokante tenen heb, maar dat is het niet. Dus je hebt geen krokante tenen? Nee, maar... Dus voordat die vraag gaat beginnen, moet ik niet gaan zeggen, mevrouw, bereid je goed voor. Nee, dat hoeft niet. Ik moet het ook vertellen, hè. Kijk, die pedicure, je kan hem overal nemen. Je kan hem in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, maar wij hebben een random dorp ergens in het noorden van Utrecht, noorden van provincie Utrecht gepakt. Hij wil niet dat andere mensen hem gaan zien. Niemand mag mij zien, Olle. Dit is echt een dorp. Ik zie alleen maar oudere mensen lopen ook. Slim zijn. We zijn erbij. We zijn er. Het zie je voor ons. Het is een koude grote. Zie je het? Oh. John, loop op hetzelfde tempo als ik. We doen alsof wij iets ergs gaan doen. We gaan iets ergs doen. Hoe vind je het, Chatmo? Tot nu toe, ik vind het... Kijk, weet je wat het is? Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, dus ik vind het... Het is wat chill, ik zeg je heel eerlijk. Ja? Ja, alleen ik denk het is gewoon meer van wennen. Laten we daarop houden. Hij vindt het helemaal grappig. Ja, dat is omdat hij zelf niet ervaart dat het iets zo grappig. Ik denk het wel. ben je benieuwd naar voeten? Ja, dat kan je weten als iemand daar even op zit. Gaat het kietelen? Zeker weten. Als je niet gewerkt bent, gaat het kietelen. Ja, ik denk dat het wel goed moet komen. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik moet u wel waarschuwen, mevrouw. Ah, hij maakt grapjes, joh. Die nacht, die voeten van hem praten wel, hè? Ja, praten die? Extra handschoenen. Ja, ik denk dat hij dat het spannendste vindt. Nee, zeker niet. Jawel. Lelijk te zijn, mannenvoeten zijn schoner dan die van de vrouwen. Hij is blij. Ik maak me geen zorgen. Ik voel mij herboren, ik zweer het. Kom even met jouw handen. Oh, handen zijn ook gedaan, hè? Helemaal vergeten. Ja, man. Top. Holla, besef hè. Ik besef me nu pas. We lopen uit de manicure, pedicure. Ik zie mensen ons aankijken, zo, ik zweer het. Hij praat kouder dan nog. Je ziet gewoon twee young boys uit de midden. Vrij zijn, bro. Je hebt niet mooie handen en voeten, bro. Vrij zijn. Selfcare. Je hebt gelijk, selfcare. Waar zijn we omhoog? Oké, we zijn in Amersfoort. En we gaan naar een kapperszaak hier zo. En John gaat mij knippen in die kapperszaak, want zoals jullie zien. Ik voel me eigenlijk vandaag best wel onzeker aangezien ik niet fris ben. Ik ben heel vroeg. Zie die bakkenbaard. Heb je die trouwens gezien? Wat zei je? Oké, laten we terugkomen op wat ik net zei. John gaat mij knippen in die kapperszak omdat ik me gewoon niet fris voel op het moment. Ik voel me een beetje onzeker omdat ik zo... En ik kan niet knippen, jongens. Nee, ik maak me geen zorgen. Jij kan wel knippen. Dus we gaan fris worden. Je filmt niks. Oh, nu wel. We gaan fris uit de kapperstoel lopen zometeen. In mensen zeggen sinds ik plant ben ik lekker op jou. Lekker op jou. Nee. Ja, maar in ieder geval, jij lijkt wel meer op mij dan ik op jou. Snap je wat ik bedoel? Met wat, Chatmo? Met wat? Nee, gewoon... Als iemand het zegt, jij lijkt op mij, niet ik op jou. Snap je? Nou jongens, ik heb Mo net geknipt en nog iemand. En de bedoeling was eigenlijk dat ik nog naar kapper zou gaan. Dat ik zelf geknipt zou worden, maar... Ik ga niet door, omdat ik... Ik moet naar Amsterdam. We hebben een meeting, maar deze jongen is stress. Dat we te laat zijn voor die meeting, maar het boeit niet. Ik zeg, ga hem te laat komen, is normaal. Kijk eens. Er is veel aandacht. Besef, hij is nu nog niet te laat. Hij kan te laat komen, hij zegt. Oh joh, er is veel aan de hand. Kijk maar, hij had ook bijna rennen, maar hij kent de weg niet. Jongens, deze guy is gewoon een meme. Echt een lopende meme. Wow, ik moet het op camera. Knuffel. Hij doet die knuffel opnieuw, hij was niet echt scherp stellen, man. Oké, kijk mensen.
In de vorige video van Mo zei hij dat ik te laat kwam. En kijk wie niet te laat is. Kijk, nu ben ik te laat. Alleen, nee, weet je? Ik weet hoe het voelt. Ik ga niet eens excuses geven. Het is mijn fout. Klaar, ik neem het op me. Wauw, fuck aan bro. Rustig. Geen stress. Maar dit vind ik niet netjes. Nee, geen stress. Weet je waarom? Waarom? Je hebt op station moeten wachten en dat is een lelijk gevoel. Ik ken die gevoel. En zou ik jullie één ding eerlijk vertellen? Ik was op de verkeerde station, man. Ik kwam daar zeg maar 10 minuten later. Ik was bij Amsterdam Leelaan en ik zat daar echt lang. En toen dacht ik, huh? Hoe lang heb je hier gewacht? Ik heb hier ongeveer 10 minuten gewacht. Maar ik keek zo. Nee, maar sowieso. Want stel je voor hetzelfde geld zag ik het eerder. Ik heb sowieso moeten wachten. Ah, geen stress. Oké, wacht. Mag ik één keer? Je hebt hem. Nee, wacht. Je hebt die bal nu al klaargelegd. Als je lat raakt, trakteert Mo jou op wat jij wilt. Is dit de bal? Laat die bal. Hij had hem perfect klaargelegd. Hey! Mooi. Oeh, bijna. Erik, wat vind je van Mo als voetballer? Talentvol, hè? Ja, maar met hem hier toch, net als bij mijn broertje, project Mbappé. Dat ook met hem wel gebeurd, maar hij is even een paar jaar later. First session, yeah? Project Mbappé. Project. Hey, Doku, tel die gooien en zo. Lat. Ai! Schoten niks. Dit wordt een goede wedstrijd. Ja, en niet. Pas hem op mijn linkervoet. Deze. Oh? Oh? Kijk, laat je trap. Oh? Ja, zoals jullie zien, zijn we een glimpsuit van. Ja, man. Kijk die man. Belly dance, man. De belly dance. Ik heb balla's in mijn jazz. Eerlijk, dacht ik niet dat hij balla's zei. Nee. Ik dacht, hij is gangster geworden. Ik hoorde gelijk balla's. Maar ik dacht, van, ik laat gewoon voor wat het is, man. Want je dacht, ik was gangster geworden. Ja, maar ik denk, balla's in mijn jazz. Ja, ik dacht, oké, man. Ik dacht, ja, toch. Ja. Maar wat zijn we vandaag? Hey, bij de clipshoot, man, van San Francisco, man. 12 augustus online, wanneer komt deze vlog? Oh, damn! Ik weet nog niet wat dit is, maar waar is San Francisco eigenlijk? In Amerika. Maar waar in Amerika? Los Angeles. Oké. Je hebt examen gedaan, hè? Ja, maat. Ik ga niet zomaar een song maken en... Maar ik heb dus een club in San Francisco. Ik was daar wel toen ik heel klein was, man. Dus ik kan me niet meer, ik heb geen actieve herinnering meer eraan. Oh, oké. Ja, toch? Maar de vraag is, kan ik met je mee vanavond? Ik zeg je eerlijk, man, de budget was op, man. We konden niet helemaal naar San Francisco. Oké. We zijn hier. We zijn hier. Ik vind het wel een mooie locatie. We hebben niet allemaal balans in mijn jacket. Balans in mijn jeans. Wow. Boy, sing, sing. Smart mouth. Jij gaat offbeat. Bro, you are going offbeat. Opnieuw. Ik heb gewoon de zangkunsten van Chadmo. Ja. Start hem. Wacht, hè. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and kicking me out. You got my head spinning. No. What's going on that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, the noise hit me, but I will be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy. Hey, who's laughing at me? Het was een applausje waard, applausje. Hey, even zo. Het werkte. We lopen deze kamer in dat en we maken gewoon een hit. Wow, ik denk als jij nu komt, zeg maar bij Voice of Holland of iets. Ik weet niet of dat een slim idee is. Klaar, zit je alles verplaatst. Als je verplaatst, dan is het serieus handel. Nee, hij kan niet. Ik zie jou. Hey! 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 H
Yo. Wow. Oh, damn. No cap, no cap. Dit is wel verre. Hé, aan wat doet jullie dit denken? Wat op is Eri? Toch? Is dus, hebben jullie die ook hier opgenomen? Yo. Nee, kijk, Skusku was gewoon... wat nee, dat was, hij zei dat zo, man. Hij vindt die ook... Hij was emotioneel. Nee, nee, we hadden zeg maar die plafond en dan had je zulke lichten, zulke. Dat was het meer. Wat? Waar ben ik? Waar ben ik? Jongens. Bro. Jij hebt me gered, man. Bro, ik was gered. Oh, mijn trist maken. Niemand van ons kan skaten. Ik wel, man. Hè? Ik wel, man. We zijn nu op die skate dingen. Jullie hebben het net gezien. Oh, papier. Je ziet voorhoofd zweet. Kijk, het zijn altijd die fanatieke guys. Kijk hier nog eentje. Zweet, zweet. Als wat doe ik? Pas op. Dus hij weet. Kijk hier. Doorsmaak. Wanneer je hoort drinken is gratis. Oh, gelijk. Oh, zijn er nog meer? Ja, man. Ja, toch. Die puis van mij heeft wel eigen woning gesteld. Dank je wel. Hij heeft rijbewijs, hè? Wie? Mijn puis. Uit, ja, man. Puis betaalt belasting. Boerstoel BV. Ik maak die grapjes, niet jullie, hè? Ik zie opeens iedereen wat grapjes maken. Laat me gelijk stoppen met filmen. Maar ik ben joh. Jongens, we zijn nog steeds uit de clip. We hebben het een beetje heet, daarom die airco. Besef hè, Jula heeft gewoon broertjes en die broertjes zijn langer. Ik vind het wel tof om te zien, man. Ze eten goed, toch? Ze eten goed. Zie je, dat bedoel ik. Jula heeft pants. Balenci klak klak! Balenci klak klak! Die man is op campagnes, hè? Ja. Hij is op shows. Hij is op shows. Ik hoorde net, ik hoorde 6 uur. Island boy. Last, last. Not everybody gonna chop breakfast. Ayo. Copyright, copyright, copyright. Copyright. Jongens, het is vandaag. Ik kon gewoon niet uit het woord. Het is vandaag een zware lange dag. Maar we hebben gewoon zojuist een uur gestaan in de Mac Drive. Echt? Volgens mij wel, man. Nee, half uur. Oké, een half uur. Ik wou het gewoon dramatischer maken dan het is. Maar een half uur is ook veel. Maar we mogen bijna onze bestelling ophalen. Ik heb trek, hij heeft ook trek. Het was een leuke dag. En ja. Lekker deel en abonneer, doei. Ik heb balans in mijn jeans. I'm not married. Ik heb many in mijn jeans.